Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Alblas. U luistert naar een uitzending van onze dagelijkse meditaties. Van harte welkom. Aan de beurt is vandaag Efeze 2, vers 11 tot en met 13. We zullen dat eerst lezen. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Wat is het grote verschil tussen iemand die niet gelooft en iemand die wel gelooft? Je zou ook kunnen vragen, wat verandert in het leven van iemand die tot geloof komt? Aan de ene kant kan dat soms bitter tegenvallen. Mensen die geloven zijn niet beter en gedragen zich niet beter dan anderen. Er zijn veel mensen die niet geloven, maar waar je wel met heel veel respect naar kunt kijken, omdat ze bijvoorbeeld veel voor anderen doen. Ons ten voorbeeld zelfs. Ze hebben hun hart wel op de goede plaats zitten en dat kan zo voor het oog lang niet van iedere gelovige gezegd worden. Wat verandert er nu? Mensen die geloven zijn ook niet gelukkiger of rijker of leven langer. Door te gaan geloven leef je niet opeens gezonder, worden niet opeens ziekten genezen of buiten je lichaam gehouden. Wat is dan het verschil? Paulus benadrukt in die brief aan de Efeziërs wel dat er verschil is. In het gedeelte hiervoor had hij het al over vroeger en nu, en in de verse die ik net las weer. Vroeger waren jullie heidenen, onbesneden mensen, zo werd dat genoemd, en dat klopte aan de buitenkant ook wel. Het volk Israël was besneden, aan de buitenkant, door mensenhanden. En dat verschil aan de buitenkant is lange tijd een scheidingsmuur geweest. Maar daar gaat het morgen over. Maar bedenk, zo begint Paulus dit stukje, bedenk dat je er vroeger buiten stond, maar er nu bij hoort. Waar stond je dan vroeger buiten? Buiten de verbonden van de belofte. Je was een vreemdeling, een buitenlander, iemand zonder enig recht, overgeleverd aan de welwillendheid van de ander. Aan de genade van de ander dus. Daar kom ik zo nog op terug. Je stond er buiten. Zonder hoop en zonder God in de wereld, zo noemt Paulus dat. Zonder God, dat snap ik, het gaat over mensen die niet geloven. Maar zonder hoop? Alsof mensen die niet geloven van die hopeloze mensen zijn. Nou ja. Ja. Al zullen misschien veel mensen zonder geloof dat zelf anders ervaren, maar toch, wat verandert je als er tot geloof komt? Er is hoop. En hoop is gericht op de toekomst, zeker. We mogen wat verwachten van wat komen gaat. Verre toekomst? Nou, laten we daar maar mee beginnen. Gelovige mensen hebben uitzicht op een mooie toekomst. Jezus keert terug. Paulus heeft het daar ook over in een andere brief. Ook gelovige mensen overlijden en dus hebben gelovige mensen ook verdriet. Daarin zit niet het verschil. Het verschil zit wel in de hoop. Jezus keert terug en iedereen die ons is voorgegaan zal daar dan weer bij zijn. Hoe? Ja, dat weet ik niet, maar hoop betekent leven, eeuwig leven. Daar geen rouw meer en geen tranen, daar zal ik mijn Heer ontmoeten in dat hemels Jeruzalem. En dat betekent dat we kunnen zingen over volkomen uitkomst die de Heere geven zal, zelfs bij het naderen van de dood. De dood zelf blijft een drama, blijft zoveel pijn doen. Deze hoop betekent niet dat ik verlang naar het sterven. Maar het betekent wel dat ik weten mag dat
Als eens dat moment die komen zal, er een toekomst is, zo mooi, een heerlijkheid die al het lijden van hier en nu ver te boven gaat. Er is hoop. Maar het gaat niet alleen over die verre toekomst. Het eeuwenoude symbool bij het woordje hoop is het anker. Een anker verdwijnt in de zee en haakt ergens vast op de bodem. Je ziet het niet meer. Maar dat onzichtbare houvast zorgt voor veiligheid aan boord. De hoop is een anker. Het haakt ergens vast. Ik zie dat niet. Ik zie die toekomst niet, nog niet. Maar ik mag wel hier beleven dat ik veilig ben. Er is houvast, al gaat de storm tekeer. Midden in de storm van verdriet is het troost en ik weet dat ik nooit alleen ben. Midden in de storm van de lichamelijke problemen, pijn en ziekte, is er kracht en hulp en ik weet dat ik nooit alleen ben. Midden in de teleurstellingen, op die momenten dat ik alles donker om me heen ervaar, is er toch uitzicht, want ik weet dat ik niet alleen ben en nooit alleen gelaten zal worden. Er is hoop. En die hoop doet leven, vandaag, morgen en elke dag die me ook hier gegeven wordt. Het geeft mij moed om door te gaan. Het geeft me de inspiratie om te zoeken naar wat God van me vraagt. Het geeft vreugde in het leven, waarin ik God mag dienen. Het maakt me dankbaar bij alle zegeningen die ik in dit leven mag ervaren. Ja, daar zit het grote verschil met iemand die niet gelooft. En dat is de verandering wanneer je echt tot geloof komt. Niet de buitenkant, maar je hart. Niet de besnijdenis is het waar het op aankomt, maar het bloed van Christus. Genade, ik zou erop terugkomen. Dat er hoop is, heb ik aan Jezus te danken. Want zonder hem had ik nergens recht op en was mijn leven hopeloos verloren. Maar Jezus leert ons dat God liefde is. Dat hij hoop uitdeelt. Dat hij zijn geest geeft. Dat hij er is voor ons. Want al mijn zonden worden vergeven in dat bloed van Jezus. Ik mag erbij horen door dat teken dat verwijst naar zijn bloed. Het teken van de doop. Ingelijfd bij zijn gemeente. Of nee, ingelijfd bij Israël. We zetten Israël niet aan de kant. Wij mogen erbij komen. Het gaat om de beloften die ooit aan Israël gegeven zijn. En die beloften blijven. Wij mogen erin delen. Maar voor Jood en Heiden, voor iedereen geldt dat je erin mag delen uit genade. Door het bloed van Christus. Niet door je eigen daden of door een uitwendige besnijdenis, maar door het geloof in onze heiland. Er is hoop. Vroeger en nu. Hoe zit het bij u en bij jou? Ik denk aan dat mooie lied. Ik lees het voor. Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonden van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan als aarde en hemel ondergaan. Het is het eeuwige erbarmen dat mijn besef te boven gaat. Het zijn de liefdevolle armen, het is zijn hart dat openstaat. Hij noodt de zondaar, hij vergeeft die hem het hart gebroken heeft. O afgrond waarin alle zonden verzinken en niet meer bestaan. O diep geheim van Christus wonden, het oordeel is teniet gedaan. O Heer, uw bloed roept voor altijd barmhartigheid, barmhartigheid. En daarop wil ik gelovig bouwen, getroost wat mij ook wedervaart. Mij aan Gods Vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart. Steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid. Laten wij bidden. Wij danken u, Heere God, voor de boodschap van Jezus Christus. Ook via deze uitzending brengt u uw liefde in hem weer in ons leven.
wat bent u goed voor ons. Want we hebben het niet verdiend. U bent vol genade en barmhartigheid, zijn liefdevolle armen, het is uw hart dat open staat. O Heere God, trek ons naar uw hart. Maak ons los van datgene wat niet hoort bij u. Maak ons vast aan uzelf. Geef ons hoop, uitzicht. Bemoedig ons toch, ook door die blik in de toekomst, uw toekomst. En geef ons ook vandaag houvast. Bescherm ons, bemoedig ons. Bij ziekte, bij verdriet, als het donker is. Kom ons te hulp, o God. Als we bij u vandaan raakten, terugvielen in vroeger, zet ons weer in het heden van uw genade, zodat we mogen leven met uw toekomst voor ogen. Zo bidden wij u, in Jezus' naam. Amen.